Vliegmaatschappij Ryanair heeft ontslag aangevraagd voor al het in Eindhoven gestationeerde personeel. De slechte bedrijfseconomische prestaties zouden aanleiding zijn voor het ontslag. De vakbond voor piloten, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, zegt niet verbaasd te zijn door het besluit. Eerder kondigde Ryanair al aan dat het personeel dat zich verzette tegen de sluiting van de basis op Eindhoven Airport zou worden uitgefaseerd. Wel is de vakbond verbaasd dat het UWV het verzoek tot ontslag überhaupt in behandeling heeft genomen. De tegenvallende bedrijfseconomische prestaties worden volgens de VNV namelijk niet met cijfers onderbouwd.